De 14-jarige jongen is gistermiddag op heterdaad betrapt in het Rijswijkse bos. In de ochtend maakt het opsporingsprogramma Team West nog een reconstructie van de opmerkelijke zedenzaak. De politie is 's middags nog aan het werk als ze de verdachte in het vizier krijgen. Die zagen een jongen fietsen die voldeed aan het opgegeven signalement. Daar gingen ze achteraan. Ze zagen dat deze jongen een vrouw aansprak. En uiteindelijk hebben ze de jongen daar aan kunnen houden. En het bleek dat die vrouw ook op een onzedelijke manier had aangesproken. In het park wordt met ongeloof gereageerd. Dit is ook niet normaal natuurlijk, maar ja, die jongen zal echt wel niet helemaal goed zijn. Anders doe je dat toch niet? Ik denk dat zo'n kind eerst goed ondervraagd moet worden wat er afspeelt. En ik denk dat hij dan toch in behandeling moet. Dat er iets aan gedaan moet worden, laat ik het zo zeggen. Ja, deze jongen heeft zeker hulp nodig. Daar gaan we natuurlijk ook voor zorgen. Over straffen gaat het Openbaar Ministerie. Maar het is wel zo dat deze jongen natuurlijk van dat probleem wat hij heeft verholpen moet worden. Team West besteedt komende dinsdag toch nog aandacht aan deze zaak. Tot nu toe zijn er 12 aangiftes binnengekomen. Mogelijk heeft de 14-jarige jongen meer slachtoffers gemaakt. De jongen is nu aangehouden. Misschien is dat voor oudere dames ook weer een reden om zich alsnog bij ons te melden. En we hopen dat natuurlijk wel. De politie gaat ervan uit dat de zaak is opgelost met de arrestatie. In het Rijswijkse bos kunnen de bezoekers weer vrijuit rondwandelen. Bij mij zal zoiets niet gebeuren. Want dan moet die jongen met mij. Hè? Maar ik wil bij wijze van spreken, ik zou hem een klap voor zijn kamers geven. Maar ja, dat doet niet iedereen.